De ontwerpwet houdende regels ter nadere wijziging van de kiesregeling is op dinsdag 21 mei 2024 met algemene 35 stemmen aangenomen door de Nationale Assemblée. De wijzigingen bevatten onder andere regels over de stemming, stemopneming en vervulling van de taken van het Centraal Hoofdstembureau CHS. Het doel van deze aanpassingen is om betere verkiezingen te organiseren, de kiesregeling adequaat uit te voeren en dat kiesgerechtigden invulling kunnen geven aan hun kiesrecht. De ABAP-fractie heeft zich onthouden van stemmen. Fractieleider Obed Kanapé legde uit dat deze keus op basis is van de partijnormen. Na de schorsing gevraagd te hebben, heeft de ABAP-fractie zich teruggetrokken om na te gaan bij deze wetswijziging hoe wij ons zullen uiten van onze standpunt als het gaat om die gedachtegang die de partij ABAP leidt. Kansen voor de kansarmen, gelijke kansen voor iedereen, meneer de voorzitter. En in die strijd voor gelijke kansen voor iedereen vandaag hebben wij niet mogen baten van de minderheid die straks hun stem zullen uitbrengen. Maar meneer de voorzitter, mijn collega's en ik zullen uw parlement in de gelegenheid zelf stemmen uit te brengen. We zullen ons onthouden van stem. De fractieleider van de NPS, Gregory Rusland, haalde aan dat het parlement een lange weg heeft bewandeld om op dit punt te komen, waarbij er aanpassingen worden gepleegd binnen het kiesreglement. Zo'n traject kan grote politieke gevolgen hebben voor de diverse organisaties. Echter zijn de verkiezingen van 2025 prioriteit, meent Rusland. De meeste partijen hebben meegewerkt om de verkiezingen van 2025 veilig te stellen. Op basis van het besluit van het Constitutioneel Hof in 2022 betreffende de toetsing van de kiesregeling op de grondwet, was het noodzakelijk de kiesregeling te wijzigen.